In beeld van Olsen. Het is de 26e minuut. Lerby. Komt de bal voor en dan kieft. Hij mag 1, 2, 3 keer mag hij het proberen. En dan leidt Ajax met 1-0. En Van Loon wordt geblesseerd en die moet eruit. Dan de 44e minuut. Net voor rust. Anne Mulder zet voor. Ronald Koeman laat hem van zijn hoofd afglijden, zoals dat technisch heet. En Hans Galje is kansloos. En de stand is 1-1. Dan in de tweede helft. Dit opvallende moment. Johan Cruijff probeert er langs Ronald Koeman te komen, maar Koeman laat zich niet verleiden. Hij had een goed middenveld samen met Van Dijk en Keukens. De paas is prima naar Houtman. Die zet voor naar Hiddink. Hiddink lijkt de bal te verspelen. Hans Galje krijgt hem in zijn armen, maar scheidsrechter Korver beslist strafschop. En dan mag Ronald Koeman, de held tot nu toe van de wedstrijd, mag die strafschop nemen. Hans Galje is kansloos. 2-1 voorsprong voor Groningen. En Koeman moet even later geblesseerd uitvallen met een kaakblessure. Dan dit moment van de wedstrijd. De corner van Johan Cruijff in de 30e minuut. Peter Boeven zet hij voor. Ja, hij zet voor, maar de bal draait over doelman Tukker in het doel. Prachtige draaibal. En Tukker en Peter Boeven. En iedereen is eigenlijk verbaasd, maar Ajax staat wel op 2-2. In dezelfde minuut. Rijkaard naar Cruijff. Ling liep in deze wedstrijd nog een gebroken neus op. Cruijff paast naar Lerby, maar Veldmaten schiet de bal in eigen doel en brengt Ajax de kostbare 2 punten in het Oosterpark. Groningen was nog ongeslagen op eigen veld. 6 maal gewonnen, 5 maal gelijk gespeeld. Kant van Ajax.